Hoi en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag doe ik mee met de videohop van de Lovely Stampers. Het thema van deze maand is mijn favoriete kleur. En mijn favoriete stamping up kleur is Bermuda Bay. Deze mooie blauw-groene kleur. En daar ga ik dus vandaag ook mijn kaartje mee maken. Het principe van de hop is dat je of nu bij mij begint en dan strakjes doorhopt naar mijn teamgenootje Ellie. Of je bent bij Ine vandaag gekomen, hebt haar filmpje al gezien. En waarschijnlijk heeft zij dezelfde kleur gebruikt. Want er zijn meerdere teamgenootjes die dit een leuke kleur vinden. En zo ben je dan bij mij terechtgekomen. Dus laten we snel gaan beginnen. Voor deze kaart heb je nodig een kleur kartstok. En ik gebruik hier de Bermuda Bay voor. En je hebt wat Designer Series paper nodig. Je kunt ook verschillende kleuren kartstok gebruiken, dat is ook mogelijk. Ik heb dit prachtige nieuwe DSP gebruikt. Dat is op dit moment alleen nog verkrijgbaar voor demo's, maar vanaf volgende maand, ik meen 2 maart, is het voor iedereen te verkrijgen. En dit is de achterkant hiervan. Prachtige vlinders. En dit heet trouwens, ik zal het even voor je opzoeken, de Butterfly Bijou papier. Dus dit papier is dan verkrijgbaar. En dat heb ik gelijk maar gebruikt voor mijn kaartje. Dus laten we snel gaan starten. Ik begin met het maken van mijn basiskaart. En hiervoor heb ik mijn trimmer nodig. En een stukje Whisper White kaartstok. Je kunt ook een stuk Whisper White nemen als je dat fijner vindt. Maar de gewone Whisper White, of ik moet zeggen de Basic White tegenwoordig, is prima. Ik snij deze af op 14,5 centimeter. En dan heb je dus een stuk kartstok van 14,5 centimeter bij 21. En deze draai ik een kwartslag en ril ik op 10,5. Zo. Dan is mijn basiskaart klaar. Dan neem ik een stukje Bermuda Bay kartstok. En die maak ik 14 centimeter bij 10 centimeter. En deze leg ik ook opzij. Dan pak ik mijn Basic White er nog een keertje bij. En daarvan maak ik nog een mat van 13,5 centimeter bij 9,5 centimeter. Dan doe ik eerst de 9,5. Ik zal de maat ook in het filmpje erin plaatsen. Dan kun je dat gelijk even meeschrijven. Of je kunt ook een bezoekje brengen aan mijn blog. Daar zal ik de maten ook neerzetten. Dus dit is een stukje van 13,5 centimeter bij 9,5 centimeter. En ik wil van dit stukje Whisper White cardstock of Basic White cardstock wil ik het midden bepalen. Dus het midden van 13,5 is 7,75. Daar leg ik hem precies tussen 2 mm streepjes in. En ik dacht dat ik een potloodje bij me had, maar die heb ik niet. Dus normaal gesproken zou ik dit met een potlood doen. En ik zet dus gewoon een streepje door mijn potlood, dan in dit geval door het guldje heen te halen. Dan wil ik van de korte kant ook de helft bepalen. En die is 9,5 centimeter, dus de helft daarvan is 4,75. Zo. En ik wil graag, oh, die ging niet helemaal goed. En ik wil graag het midden bepalen, omdat ik precies in het midden wil gaan beginnen. Maar nu zie ik al dat ik iets verkeerd gedaan heb. Dus ik heb deze waarschijnlijk niet goed afgemeten. Nee, de helft van 13,5 is natuurlijk niet 7,75, maar 6,75. Mijn excuses daarvoor. En zo zie je maar weer. Niet alles gaat in één keer goed, maar dat geeft niks. Daar zie je niks meer van strakjes als we de achtergrond gemaakt hebben. Dan leg ik mijn trimmer even opzij.
Zo. En dan ga ik mijn basiskaart even dubbelvouwen. Dus deze lijn, die klopt niet meer helemaal, hè? Zo. En normaal gesproken zou ik het dus inderdaad met potlood doen, maar die heb ik ergens laten rondslingeren en ik kan hem zo snel niet vinden. Dan plak ik de mat Bermuda B er bovenop. Zo. En er blijft overal een mooi randje omheen. En dit geheel leg ik zo aan de kant. En dan ga ik met de achtergrond verder. Voor de achtergrond van mijn kaart heb ik de tailored punch gebruikt. En heb ik allemaal van die, ja, ik wil driehoeken zeggen, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Heb ik allemaal van deze vormen uitgeponst. En daarvoor heb ik wat motieven gekozen uit het DSP. En ik heb wat restantstukjes. En ik heb ook nog een restantstukje besproken. Dus ik begin met een witte. Zo. En dan pons ik een stuk of vier uit de Bermuda B. Zo. Zo. Ik denk dat je ongeveer 11 van deze stukjes nodig hebt in totaal. Ja, van de vlinderkant vind ik leuk, maar ik vind deze kant ook heel leuk. Dus die kunnen we straks gewoon gaan bekijken wat we leuk vinden om te gebruiken. Ik doe het iets schuimponsen, zodat er meer van deze hoekjes uit mijn DSP kunnen. En dat is gewoon omdat ik een beetje zuinig ben. Hier pons ik er een paar van. En die is ook super handig om te gebruiken voor je restantstukjes, hè? Zo. En dan neem ik nog wat van deze. Ik wil een beetje wat groener erbij, omdat dat zo mooi bij de Bermuda B past. Zo. Ik denk dat ik er meer heb als 11. Maar dan kunnen we gewoon lekker gaan uzelen. En dan is het spelen geblazen met wat je hebt uitgeponst. Ik begin eerst in het midden met een witte. En die plak ik gelijk eventjes vast. Ik plak er eerst een witte op, omdat ik op deze plek ook mijn tekst ga doen. En ik vond het zonde om daarvoor DSP te gebruiken. Dus ik plak er een witte op. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een gekleurde. Want stel dat jij je tekst, kijk zoals hier heb ik de tekst precies weer in het midden geplakt. Maar wil je je tekst aan die kant bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk leuker als deze gekleurd is. Nou en dan is het een beetje puzzelen. Met waar wil je wat hebben? Kijk, en het is gewoon echt spelen met wat je hebt. Ik zal even alles netjes. Zo. Die kant op. Deze is hier leuk. Even denken hoor. Ik denk dat ik die roze ook wel leuk vind. En deze ga ik vast plakken. En je zult straks zien waarom. Dus ik schrijf hem dan gewoon precies tegen die zijkant aan. En zo plak ik alles netjes vol. Nu zit ik maar te bedenken. Ja, dit is misschien wel leuker, hè? Bij het lijmen zie ik de achterkant en ik denk, hé, maar dat is ook super mooi. Die doe ik daar.
Hij ziet mij deze opzij leggen en denkt misschien van, hé, maar waarom neem je die niet? Maar omdat ik die kant wilde gebruiken en deze kant nog wat groener geeft, past dat mooier bij mijn kaart. Dus een beetje mijn afwijking, denk ik dan. Die plak ik helemaal verkeerd. Deze wilde ik aan de rechterkant. Dit in verband met de verdeling van de kleuren. Zo. Hier plak ik nog een effe. Zo. Het is heerlijk om gewoon lekker hiermee te gaan puzzelen en te gaan doen. Zo. Dan heb ik nu hier natuurlijk deze hoek. Daar plak ik wat lijntjes en daar plak ik deze bovenop. Aan de onderkant doe ik nog de vlindertjes. Zo, en dan heb ik eigenlijk alleen nog de hoekjes over. Maar hiervoor ga ik eerst even knippen. En dan knip ik gewoon eventjes de restantjes er vanaf. Want die kunnen we nog prima gebruiken om andere hoekjes mee op te vullen. Zo. En dit is de laatste. Zo. Dan gebruik ik deze gewoon om dit hoekje vast te plakken. Deze roze gebruik ik zo hierboven. Om daar dicht te plakken. Het is ook zo heerlijk lekker rustgevend. Die gebruik ik daar. Aan deze kant wil ik nog een effe. Zo, en dan heb ik eigenlijk nog twee hoekjes over. En dat is deze. Zo, dan knip ik dit er nog weer even vanaf. En ik moet natuurlijk wel netjes knippen. Zo. En dat is de laatste. En dan mis ik hier nog twee hoekjes. En voor deze neem ik die. Zo. En voor de laatste neem ik deze. Zo.
En dan is mijn achterkantje helemaal klaar. Nou, dan gooi ik dit eventjes zo opzij. Nou, dit zit vast. Laat ik lekker zitten. Geen probleem. Ah, het gaat er toch wel vanaf. Dan is dit mijn achterkantje en dan gaan we die op de basiskaart plakken. En ik heb het gewoon rechtstreeks opgeplakt. Je kan er ook voor kiezen om dit met dimensionals te doen. En het enige wat ik dan nog hoef te doen, is het stempelen van de Happy Birthday. Die komt uit de gratis stempelset uit de Celebration, de Approaching Perfection. En ja, daar staat Happy Birthday in. Deze stempelset kun je uitkiezen bij een bestelling van €60. En dat kan nog tot en met 28 februari. Dus vind je hem leuk? Zou ik zeggen van ja, plaats een bestelling en kies hem uit. De Happy Birthday doe ik met Memento Inkt. Zo. En die pons ik dan ook weer uit met de Tailored Punch. Moet ik er natuurlijk wel even voor zorgen dat die netjes in het midden zit. Neem ik mijn dimensionals. Zo. Nou, ik ben lekker bezig, hè, jong. Zo. Geeft niks. Hij plakt nog. Niemand ziet er wat van. Kijk, zo zie je maar weer, hè. We maken allemaal prachtige foto's, maar ook hierin zitten wel eens foutjes. En deze plak ik precies op de plek waar ik als eerste de witte had geplakt. En dan heb ik nog deze prachtige vlinder. Die heb ik uitgestanst met deze prachtige stansen. Deze stansen samen met het DSP en een prachtige stempelset. Zal ik er ook maar even bij pakken. Die zijn vanaf maart verkrijgbaar. De Butterfly Brilliance. En dit zijn de... Moet ik even gluren hoor. Het is nog zo nieuw allemaal. De Brilliant Wings Dies. En dit is toch prachtig. Maar dit zul je vast nog vaker voorbij zien komen. Want ik weet nu al dat dit een favorietje wordt. Ik plak het vlindertje. Die heb ik gestanst uit een stukje film. En die plak ik... Met een paar kloedots. Kijk of ik hem zo op kan pakken. Plak ik hem op de kaart. Ik plak deze even een beetje dubbel. Want het staartje is natuurlijk heel smal. En hiermee plak ik hem op de kaart. De vleugeltjes laat ik lekker los, zodat ze kunnen fladderen. En om er toch nog even wat extra's aan te geven, heb ik wat rhinestones. En die plak ik op het lijfje van de vlinder, zodat je dus ook de glue dots niet meer ziet. Zo. Eentje. En dan is het kaartje klaar. Ik heb ja, geprobeerd hetzelfde kaartje te maken, maar zoals je ziet, door het gebruik van de verschillende vlakken en omdat ik de kleurtjes op een andere plek heb gebruikt, is het toch een heel ander kaartje geworden. Ik had ook al een versie in het zwart-wit gemaakt met ander DSP, de True Love DSP, en dan ziet hij er weer heel anders uit. Maar ja, mijn favoriete kleur is Bermuda Bay, dus dit kaartje moest en zou in het Bermuda Bay.
Ja, dit was het einde van mijn filmpje. Graag wil ik je vragen om gezellig door te hoppen naar Ellie om te kijken wat zij gemaakt heeft en om te zien wat haar favoriete kleur is. Heb je vragen over de producten die ik gebruikt heb? Stuur me gerust een mailtje op danielle.kassing@gmail.com. Wil je een bestelling plaatsen, dan kun je uiteraard ook daar terecht. Vind je het leuk om mijn filmpjes te volgen? Klik dan op abonneer en dan zie je mijn filmpje vanzelf voorbij komen als er weer een nieuwe is. Voor nu heel veel plezier met de hop en graag tot de volgende keer. Doeg!